Och, mevrouw de baronet, u gaat al zo vroeg uit. Ja, Jacobus. We spreken met de vrouw van onze notaris over onze liefdadigheidskrans. Ik moet er nodig in spreken. Ik heb deze maand al 5 babytruitjes gemaakt. Ik wil ook wel eens wat anders. Bijvoorbeeld 5 bijpassende broekjes breiden, mevrouw? Bijvoorbeeld, Jacobus. Met de maaltijd ben ik wel weer terug. Uitstekend, mevrouw. En uw nicht? Oh, die zal morgen pas komen, denk ik. Brenda, ben je er nooit eens manieren? Je lijkt wel een opgevoede jonge hond. Jacobus neemt dat meisje weer eens onder handen. Zeer zeker, mevrouw. En geef me mijn parasol. Uitstekend. Alsjeblieft. En ik wens u een succesvolle vergadering, mevrouw. Dankjewel, Jacobus. Bella! Heb je wat, Jacobus? Ja, ik heb wat. Was het noodzakelijk dat je als een losgelopen hond die trap af kwam rennen? Ah, vertel jij het maar, Kokkie. Basie, Bella heeft de glimmertjes gevonden van de barones. Wat? Heb jij de juwelen gevonden? Eén van ons moest toch de slimste zijn? Maar wie, wat, waar, wanneer? Waar? In de slaapkamer van de barones natuurlijk. Ja, nou moet je luisteren. Ik stotte de speeldoos af en ik drukte per ongeluk op een knopje. En toen sprong er een laadje uit. En wat denk je? Die zat barstens vol met hartstikke dure juwelen en anders spul. Ja, nou, en wat nou? Wat nou, Basie, doe nou niet zo onnozel. De glimmertjes in een zakkie, zakkie in een koffertje, koffertje, weg met ze. Ja, kunnen we eindelijk dat lekkere leventje geleiden? Ja, maar... Nee, Basie, dat hadden we toch afgesproken? Vooruit, jongens, maken dat waar, kom maar. Wat dacht u nou, je façaadje? Ja, die sluiter die knapt opeens af en nou kan ik niet meer in de kast. Ja, maar u zei door de telefoon iets van lijmen. Nou ja, ik bedoelde, nou ja, maar hoe moet het nou? Ja, ik denk dat ik het slot er eerst uit moet halen en dan moet ik het meenemen naar mijn winkeltje. Ja, maar dan kan ik toch helemaal niet meer in die kast? Die lieve je façaadje, natuurlijk wel. Ja, want als het slot eruit is, dan kan u toch gewoon in de kast. Dan blijft die kast gewoon open. Oh, ja. Maar waarom zou u hem op slot doen? Ja, ik begrijp het al. U bent natuurlijk bang dat de burgemeester stiekem wat lekkers uithaalt. Dat zou geven. Hé, Van Dijk, wat sta jij me daar te bekladden? Wat moet Saartje wel van me denken? Goeie grutjes, neem me niet kwalijk, meneer. Het was maar een... Ja, maar het was wel een grapje, meneer. Nee, toch, is Van Dijk zo'n grappenmaker. Nou, als je zulke grappen kunt maken, Van Dijk, kun je het meteen weer goed maken. Dus u bent echt niet boos op me? Nou, kijk maar eens, Piet. Meneer is razend. Nee hoor, Van Dijk. Nee, maar alle gekheid even op een stokje. Ja. Je kunt mijn dienst bewijzen, Van Dijk. Oh, graag, meneer. Als jij Zwievers ziet, vragen dan of die eventjes naar het kasteel gaat. Hè? Ik heb er gisteren wat foto's gemaakt. Ik heb daar mijn fotoapparaat laten staan. Vraag of hij het even hier weer naartoe wil brengen. Maar wel met grote voorzichtigheid, Van Dijk. Hè? Oh, dat is nou jammer, meneer. Ja, Zwiep was vanmorgen nog bij me. Nou ja, dan komt hij vanmiddag misschien toch wel weer langs, Van Dijk. Nou, dat denk ik niet. Nee, want hij zat weer eens een keer slap in zijn was. Oh. Hij had geen centjes, hè. Ja, en toen wilde ik hem weer wat lenen, maar ja, dat wou hij weer niet. Hij zegt, nee hoor, ik ga wel werk zoeken, hoor, al moet het buiten het dorp. Nou, u weet hoe dat gaat dan, en dan doet hij dat, hè. Ja, Joost mag weten waar hij nou zit. Maar ik zal die fotografietoestellen wel even halen. Nee, laat maar, Van Dijk. Ik wacht wel tot ze hier boven water komt. Dan maak dan maar gauw dat slot in die kast, want je weet nooit of ik... Saartje. Ja, meneer? Saartje, bewaar jij veel lekkers in die kast? Nou, juist in die bovenste kast, meneer. Ham, kaas en worst, ga maar door. Mooi, is goed dat ik dat weet. Van Dijk heeft mij tenminste op een idee gebracht. Tot ziens, Saartje. Wat? Meneer. Dat is mooi. Worst. Oh, Basje, neem me niet kwalijk. Ja, daar kom ik wel eens mijn koffer pakken. Maar dat heeft meer tijd gekost dan ik heb gedacht. Hoe? Hey, zie je dat ik mijn lam zou shufferen? Kan je me niet eens even helpen? Waarom zou ik jou helpen? Omdat je dacht een dame te zijn? Nee, hoor, snoetje. Jij bent al lang geen dame. Ach, mispunt. Au! Ja, zie je nou wel, als je me had geholpen, was het niet gebeurd. Kijk dat toch uit. Zijn jullie helemaal gek geworden om weer onnodig ruzie te gaan maken terwijl we zo snel mogelijk moeten maken dat we wegkomen? Ja, gelijk, waar zit hij? Die zou gewoon worden. Kom, kom, pakken. Even kijken. Ik heb de juwelen, heb ik je zondags japon gewikkeld? Goed, hè? Ja, doe nog maar. Ja. Oh.
Wat jullie wel, geef meneer, mevrouw, de barones hier. Ik zou er graag even willen spreken. Je hebt hier niets te zoeken. Ik heb hier wel wat te zoeken. De vrouw heeft gezegd als ik zonder centjes zat, dan moest ik hier maar langskomen. Dan was er altijd nog wel een karweitje voor mij. De vrouw is in het buitenland en mevrouw de barones is op het ogenblik op bezoek. Komt u het volgend jaar nog maar eens terug? Uitstekend. Dan verdwijn ik. Het spijt me vreselijk. Goedendag. Pardon, neemt u wel. Oh. Basie, die heb je heerlijk afgeboeid, die vreemde snoeshaat. Ik schrok me een aap toen ik die vreemde stak me. Hoe? Nou, de zenuw die sloeg in mijn kuiten toen er gebeld werd. Oh, oh ja? Oh. De mensen opschieten, er is nog meer te doen. Ja, gelijk. Oh, oh. Nee, gelijk, Basie. Ja, ja. We gaan een heerlijk leventje tegemoet. Kijk, Bella, kijk het gezichtje van de basie. Helemaal somber. Het lijkt wel of hij een punaise ingeslikt heeft. Ja, maar hij krijgt het ook zo moeilijk, hè? Zonder zijn lieve baronesje met al die arme centjes. Toe vooruit, schiet op, sta je niet zo aan. Ja. Hé, hey, ben ik maar holle. Als een indiaan achter een schal. Mevrouw de barones, nu al terug? Jij bent eerder terug dan ik gedacht had. Breekt er onderweg de hak van een schoenkliep gewoon voor gek. Wat een makelij ook. Nog wel in Parijs gekocht. Maar wat heeft dat te betekenen, Jacobus? Neemt u nu kwalijk, mevrouw de baronesse. Vier mouwen is een heel zoek. Maar man, waarom had jij je livrei uitgetrokken? Je weet dat ik daar allerminst op gesteld ben. En wat betekenen al die koffers en al die rommel hier? Al die koffers en die rommel? Wat die betekenen, bedoelt u? Ja, ziet u, mevrouw de baronet, de kasten boven de bediendenverblijven zijn nogal vochtig. En nu heb ik de kleren naar beneden laten brengen, omdat het zonnetje net is doorgekomen. Ik wou ze achter de tuin hangen, daar ziet niemand ze en dan worden ze vanzelf droog, begrijpt u? Yes. Oh, alsjeblieft, laat u mij dat maar doen, mevrouw de baronet. Laat u mij dat maar doen. Dat komt allemaal goed. Mag ik misschien, en alsjeblieft, even uw paraplu en de hak. Dank u zeer. Ja. Dan sta je daar nog met twee jassen aan, Jacobus. Ja, en een parapluhak. Ik ga nu naar boven en als ik terugkom, verwacht ik dat je er ordentelijk uit zult zien en dat die rommel hier uit de hol verdwenen is. Uitstekend, mevrouw de baronet. Rommel zal verdwenen zijn. Waar zit neem je ook een koffer? We zijn verloren. Ach, dat mens heeft misschien nog niks ontdekt. Ach, wat, en dadelijk gaat ze toch weer weg. Gelukkig hebben we onze spulletjes al gepakt. En als zij eenmaal weg is, dan nemen wij ook de reden. Ja. Jacobus, ja. Jacobus. Monsieur V. Monsieur V. Monsieur V. Monsieur V. Monsieur V. Al mijn mooie juwelen. Oh. Maar wat is er dan mee, mevrouw? Gestolen, Jacobus. Gestolen. Gestolen? Ja, sta me niet zo suf aan te kijken. Alles is gestolen. Maar hoe is dat mogelijk, mevrouw? Tja, wie kan dat gedaan hebben? Wie is er hier vanochtend in huis geweest? Nou, niemand anders dan Bella, Kokkie en mijn persoontje. Oh, la. Was-ie. Nog iemand. Ja, die onbeschofte zwerver, die was hier. Juist. Ja, maar die is toch zeker alleen maar tot de voordeur gekomen? Ja, Basie, je hebt er wel de voordeur geweest, hè? Maar hij is waarschijnlijk weer achterom gekomen. Ja, en door de dienstingang naar binnen gekomen. En heeft hij jou niet verteld dat hij een zwaar geldgebrek had? Is dat waar, Jacobus? Ja, mevrouw, dat is waar. Dan weet ik genoeg. Ik zal ogenblikkelijk mijn zwager opbellen. Dus, zwabbertje. Ja, ik heb het altijd een raar ventje gevonden, maar dit... Wie kan je in deze tijd nog vertrouwen? Oh, mevrouw de baroness, de wereld is zo slecht. Zo slecht, ze wordt allemaal slechter. Hoe heb ik dat gedaan, hè? Oh, je bent geweldig, Kokkie. Het was een minnestreek, Kokkie. Ik mag die zwerver ook niet, maar je weet net zo goed als ik dat hier niets mee te maken heeft. Ja. Dag, laat Jacobus maar kletsen, Kokkie. Ik vind je een handige jongen. En we zijn gered. Juist, ja. Zo is het. We zijn gered. Maar het kan niet, meneer. Ik geloof er niks van. We moeten deze zaak grondig onderzoeken. Jouw taak, veldwachter. Ja, meneer. Zoek Zwieber op. Dan breng hem bij me. Tot de orders, edelachtwaarde. Het is een hele lamme zaak. Van Dijk vertelde vanmorgen aan Saartje mij dat Zwieber weer eens platzak is. Ja, en dat hij op zoek was naar een karweitje, meneer. Ja. Dieven noemen inbreker ook een karweitje, juffrouw Saartje. Hou je mond, narling. Alsof Zwieber een dief is. Een onderzoek is in elk geval geboden, veldwachter. Ja. Zoek Zwieber op. Dan breng hem hier.
Tot die orders, meneer. Ik ga er ogenblikkelijk af, meneer. Nou, niet zo boos naar me kijken, juffrouw Saartje. Het is mijn plicht. En mijn plicht, dat is mijn plichtje. Ga naar maar gauw, alsjeblieft. Juffrouw Saartje. Meneer. Wel, dokter. Ja. Ik ben ook nog niet overtuigd dat Zwieber tot zoiets in staat is, Saartje. Hij stuurt toch wel de veldwacht achter hem aan? Een ernstig geval als dit moet ik heel speciaal laten onderzoeken, Saartje. En als Zwieber onschuldig is, blijkt dat gauw genoeg. Nou, kom, kijk nou niet zo verdrietig, hm? Nee, meneer. Dan zet het blad maar hier op tafel, Jacobus. Uitstekend, mevrouw. Heeft u nog een wens, mevrouw de Baronet? Nee. Of toch ja? Ja, mevrouw. U hebt mijn schoen toch laten wegbrengen, Jacobus? Ja, zeker, mevrouw. Uw schoen is weg en de hak zal vanmiddag gereed zijn. Ja, niet dat ik die schoen nodig zal hebben. Voorlopig ga ik toch niet uit. Die afschuwelijke geschiedenis met die diefstal vervolgt me elk uur van de dag. Elk uur, elke minuut, elk kwartier, mevrouw. Ja. En mijn zwager, de burgemeester, met al zijn mooie beloften. Ik bel hem ieder ogenblik. De veldwachter zoekt de boef overal. Waar vinden, homa? Bijzonder onaangenaam. Dat noemen ze een zaak aanpakken. Dat noemen ze een zaak aanpakken, mevrouw. Maar goed dat mijn man niet thuis is. Jammer dat je nog nooit kennis hebt gemaakt. Bijzonder jammer, mevrouw. Nee, als mijn man de zaak in handen had genomen, dan had het nu geknetterd. Geknetterd, mevrouw? Ja, geknetterd. Hij zou de zaak tot de bodem toe doorzocht hebben, snel en doeltreffend. Heb jij boven wel eens in de wapenkamer rondgekeken, Jacobus? Geweren, jachtbuksen, sabels, karabijnen en pistolen. En daar was hij wat trots op. Neemt u nu kwalijk, mevrouw de baronet, maar wat hebben al die griezelige wapens te maken met dit onderzoek? Alles, Jacobus, alles. Oh. Hij zou de dief aan zijn sabel gekregen hebben. Of een schothagel erna gejaagd hebben. Ja, hij is een man, Jacobus. Een man? Ja, wel eens een beetje te veel man. Maar ja, hij weet van aanpakken. Gelukkig. Ik bedoel, jammer dan dat meneer zo ver in het buitenland vertoeft, mevrouw de baronet. Ja, jammer. Zeer jammer. Ja. Ach, ik ben zo blij dat ik mijn hart eens heb kunnen uitstorten. Ja, mevrouw. Is er nog iets van uw dienst, mevrouw de baronet? Nee, ik denk dat ik vanavond vroeg naar bed ga. De verspanningen hebben me zeer vermoeid. Uitstekend, mevrouw. En uw nicht? Vrouw de Nicolien. Oh, die zal morgen pas komen, denk ik. Mevrouw, aangename nachtrust, mevrouw. Wat? U gaat uit, meneer? Ja, Saartje. Moet je goed vinden. Ik ga een stevige avondwandeling maken. En dat met een lege maag. U hebt helemaal niets gegeten vanavond. Daar kook ik eigenlijk nog voor. Ja. Zijn zo van die dagen, hè? Nou, ik weet het best, meneer. Zo? Zwiebertje. En dat weet u ook. Ja. Oh, stel van. Ja, hallo? Oh, ben jij het, Henriette? Wat zeg je? Nee, ik heb nog niets gehoord, nee. Wat dat bewijst dat Zwieber schuldig is? Je vergis je, Henriette. Dat bewijst helemaal niets. Ja, ik bel je wel zodra ik iets weet. Je hoort van me. Au revoir, Henriette. Dus u gelooft ook niet dat Zwiebertje schuldig is, hè, meneer? Saartje, ik geloof nog helemaal niets. We moeten maar afwachten. Nou ja, dan ga ik maar. Maar Zwiebertje is toch geen man die... Saartje, hou nou eens een keer je mond over Zwiebertje, wil je? Oh. Telefoon, meneer. Met het huis van de burgemeester. Ja, juffrouw Cornelia. Een ogenblikje, meneer. Ja? Juffrouw Cornelia. Ja, ik kom, Saartje. Dank je. Ja, hallo, juffrouw Cornelia. Waarmee kan ik u van dienst zijn? Uw man nog niet thuis? Nee, dat is geen reden tot ongerustheid. Ja, nee, ik kreeg van mij een opdracht die blijkbaar nog altijd rovend is, ja. Ja. Nee. Nee, tot uw dienst. Ja. Ja, tot ziens, juffrouw Cornelia. Ik krijg nog eens een punthoofd van die geschiedenis.
is opeens alles toch naar. Zeg, Basie, wat zei je nou? Is die baron werkelijk zo'n kwaaie? Een zeer driftig en opvliegend mannetje, Kokkie. Oh, wat heerlijk, wat spannend. Nee. Ja, maar dat hij in het buitenland zit, hè. Ach, Tomkop, wees toch blij dat die man heel ver hier vandaan is. Maar nee, Jacobus, vertel nou even. Wat zou meneer de baron allemaal doen? Ja. Hij zou ons aan zijn sabel rijgen. Nee. Hij zou het laten knetteren. Oh, hij zou... oh, maar dan waren we toch al lang met die juwelen op de vlucht. Hij zou al zijn karabijnen pakken en ons schot op schot nazenden. Oh, wat heerlijk spannend. Spannend? Vind jij dat spannend, domme meid? Ik zie jou al lachen met een schothagel in je bibs. Nee, Basie, je hebt gehoord gelijk. Het is fijn dat de baron voetje is, hoor. Precies, precies. Maar we weten nooit wanneer meneer de baron terugkomt. Nee. En daarom... En daarom? Daarom moeten wij vanavond nog maken dat we wegkomen. Juist. Eindelijk, heerlijk. Ja, dan begint ons heerlijk luidleventje. Waarachter. De barones heeft me gezegd dat ze vanavond vroeg naar bed gaat. Ja, ja. Als nu straks in haar slaapvertrek de lichten gedoofd worden, dan... Zij gaat weg. Dan pakken wij de juweeltjes en we pakken onze biezen. Oh. Dolle feestjes, lange reizen, dure kleren. Eindelijk doen waar ik zin in heb. Juf Osaertje, wie ben ik? En veldwachter, handen thuis alsjeblieft. Veldwachter. Schippertje! Ja? Jij het? Maar ben ik blij dat ik jou zie? Nou, dan weet je toch altijd, je bent altijd blij dat je me ziet. Maar nou sta je maar te kijken of ik van het andere eind van de wereld kom. Nee. Wat heb je? Ben je ziek? Schipper, weet jij er nog niks? Wat moet ik weten dan? Heb de veldwachter, heb je die niet gezien? De veldwachter gezien? Ja, ja. Nou, vraag me alleen één ding af. Wat is er nou met de veldwachter te zien? Ah, waar... Heb ze snor afgezworen? Nee, Swieber, maak alsjeblieft geen grapjes. Dit is vreselijk. Ja. De veldwacht is de hele dag op zoek naar jou. Naar mij? Ja. Waarvoor? Dat is vanmorgen een inbraak bij de barones gepleegd. Jij bent toch niet... Wat ben ik nou toch niet? Jij bent er vanmorgen toch niet kasteel geweest? Ja, ik ben vanmorgen op het kasteel geweest, ja. Wat? Ja, ik ben op het kasteel geweest. Mevrouw de barones had gezegd, als ik verlegen was om een karabijntje, kon ik altijd even langskomen. Nou, dit heb ik gedaan, maar de adel was niet thuis. Dus je bent er echt geweest? Ja, van de drempel tot de voordeur. Nou, dat... Wat heb je nou? Swiebe, tot op de drempel. Ja. Dus jij weet niks van de juwelen. Juwelen? Ja. Ik begrijp niet waar je het over hebt, maar... Ik hoop toch niet dat jij denkt dat ik... Nee, ik denk het niet. Maar de barones die denkt het. En daarom moet de veldwachter jou zoeken. Ja, dat moest van meneer. Ja, oké. Okay. Hier ben ik dan. Nee, Swiebe, we moeten jou verbergen. Ja. Dus ja, ik moet. Ik wil dat je dat doet. Nou, ik vraag me af... Swiebe, daar is de veldwachter. Nou, laat hem maar binnenkomen. Nee. Ik heb een zuiver geweten. Alsjeblieft, doe. Swiebe, doe het voor mij. Nou, oké, ik doe het voor jou. Ik verstoor me wel. Vlug. Ik ga... Nee. Daar kan ik niet in. Nee. Onder tafel. Onder de tafel. Ja, ik ga onder de tafel. Vlug. Stil. Vlug. Waar ga je naartoe, veldwachter? Naar de edelachtbare je verzeiken, die is er zeker binnen, hè? Nee, meneer is weg. Oh. En ik kom voorlopig niet terug. Oh. Heb jij nog iets van Swiebertje gezien? Van Swiebertje? Ja. Nee, helemaal niks, je verzaadje. Nou, het lijkt nou net of dat die van de aardbodem verdwenen is, hè? Yeah. Maar die krijg ik wel te pakken, hoor. Daar kunt u op rekenen, je verzaadje. En dan zal dat manneke ervan lusten. Wat doe nou? Je gelooft toch zelf niet dat Swiebertje schuldig is? Je verzaadje, het komt er helemaal niet op aan wat ik geloof. Wat ik te doen heb. Want het is mijn opdracht. En van mij is een opdracht. Een opdracht. En nou geef ik jou eens een opdracht. Oh ja, graag. Om nooit meer in mijn keuken te komen. Voort en bel je me aan de voordeur, dan laat je daar wel binnen. Wat? Je zet geen voet meer over mijn keukendrempel. En mijn koffie kun je ook fluiten. Zeg nou, geen koffie meer? Ha, dat kunt u helemaal niet meenemen, je verzaadje. Dat is toch een grapje. Dat doe je nu wat ik je beveel. Begrepen? Beveel? Juffrouw Saartje, van vrouwen neem ik geen bevelen aan. Lummel die je bent. Dan ga je me gauw mijn keuken uit. Hoe noemt u dat beest? Lummel!
Ja, dat ben je. Je bent een grote, onbenullige lummel. En aan een lummel geef ik geen koffie. Ja, maar juffrouw Saartje, wat is er dan? Wat wilt u dan van me? Ik wil dat je samen met Zwiebertje de ware schuldige opspoort. Samen met Zwiebertje? Ja, dat kan niet. Hij zegt geen velden of wegen te vinden, juffrouw Saartje. Het lijkt alsof het van de aardbodem verzwonden is. Ja, maar u wilt toch zeker niet beweren dat hij meer hersens heeft dan ik, hè? Oh, nee, helemaal niet. Oh. Alleen anderen. En daarom kunnen jullie elkaar helpen. En wat Zwiebertje betreft, die hoef je heus niet ver te zoeken. Nee. Wat? Zwieber? Joehoe. Kom eens. Joehoe. Zwieber. Joehoe. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Wat is dat? Ja, grote verrassing, hè? Nou, hè. Ja, rustig nou maar, rustig nou maar. Ik heb een vermoeden. En dat vertel ik je onderweg wel. Onderweg? Wat bedoel je? Nou, onderweg naar het kasteel. Onder de tafel heb ik een plannetje uit zitten broeden. Ja? Ja, een plan. Dat is... Ja. Maar wie heeft er hier de leiding, hè? Oh, dan krijgen we dat weer. Wie hebben weer de leiding? Kijk hem nou weer staan. Wie hebben de leiding, hè? Nou, wat spreken we af? Hij. Ik. Dan is het goed. Dan is het goed. Hè? Weet je wat, Zwiep? We gaan gelijk. Ja, alsjeblieft. En vlug. Je verzet je. En veel succes. Dank ja, dag. Dag. Oh, gelukkig. Nou, ze zaten met z'n drieën rond de keukentafel te fluisteren. Te fluisteren? Ja. Wat zeiden ze? Waar hadden ze het over? Dat zeg ik toch. Ze zaten te fluisteren met z'n drieën. Ik kon geen woord verstaan en het raam was dicht. Oh. Maar geheimzinnig deze wel. Geheimzinnig deze? Ja, tegen geheimzinnig. Kijk, als veldwachter heb ik daar wat aan, begrijp je? Hou nu eens uit, want ik heb het. Ja, of je krijgt het. Ik kreeg het en ik heb het. Ja. Yeah. Kijk, daar is. Nee. Ja. Daar. Waar zo? Het dak. Oh, Sint-Nicolaas zeker? Nee, die schoorsteen. Ga mee. Waar naartoe? Naar het dorp? Nee, naar het dak. Dak? Ja, naar het dak. Jongen, wat moet je nou op dat dak doen? En trouwens, hoe kom je nou helemaal bovenop dat dak? Ik ken de weg hier. Aan de achterkant is een brandladder. Daar klimmen we langs naar boven. Naar boven? En dan? En dan? Wat doe je dan? Ik neem een touw mee, dat haal ik uit de schuur. Een touw? Zeg, waar ben je veilig van plan? We moeten het gesprek toch afluisteren? Ja, het gesprek afluisteren? Maar hoe lap je hem dat dan? Ik laat me door de schoorsteen naar beneden zakken. Man, is dat nou leuk? He? Dan kom je met je gatje in de gloeiende oventerecht van de kachelkeuken. Wel, nee, want het is de luchtkoker. De schoorsteen van de luchtkoker. Daar laat ik me doorheen zakken, zodat ik het gesprek kan afluisteren en precies weten wat ze zitten te smoesen. Afluisteren? Ja, dat is goed, zeg maar. Hoe lap je hem dat dan? Dat zeg ik toch? Doe me de schoorsteen zakken. Oh ja, dat heb je al gezegd. Ja, dat heb ik laat me de schoorsteen zakken. Ja, ja. Dan heb je toch eenvoudiger, kan het niet. Nee, maar dat zeg en ik. En dat doe ik. Oh, dat doe jij? Ja. Doe jij dat? Ja, dat doe ik, ja. En ik dan? Jij dan? Ja, ik. Ja, neem me niet kwalijk, maar er is wel moed voor nodig. Moed? Wou jij misschien beweren dat ik geen moed had, hè? Natuurlijk heb jij moed. Oh. Maar niet zoveel als ik. Oh, nee? Nou, dat zal ik je dan eens even laten zien, mannetje. Weet je wat? Ik luister dat gesprek af, begrijp je dat? Ja. Ik ben de veldwachter en ik heb het gezag. Trouwens, ik heb hier ook de verantwoordelijkheid. Begrijp je wel? Ja. Oh. Ja, is waar. Nou ja, goed. Laat ik jou wel door die schoorsteen naar beneden zetten. Ja, dat is goed. Ja, dat is afgesproken. Jij gaat door de schoorsteen. Weet je wat? Klim jij er vast naar boven. Ik ga naar de schuur de touw halen. Tot zo. Ja, zeg, ik haal de ladder. Ja, dat is goed. Goed. Wat vertel je me nou? De veldwachter en Zwieber samen op onderzoek. Zonder mijn medeweten, zonder mijn toestemming. Ja, meneer, maar op mijn verzoek. Op jouw verzoek? Ja, meneer. Sinds wanneer bemoei je je met mijn zaken, Saartje? Pardon, meneer. Het zijn ook een beetje mijn zaken. Zwiebertje is ook mijn vriend. En ik weet zeker dat hij onschuldig is. Hm. Ja, zit dat zo. Maar daar komen ongelukken van. Wat ik je brom. U gaat weg. Ik niet zomaar toelaten. U gaat weg, meneer? Ja, ik ga zelf naar het kasteel. Ik zal dat onderzoek wat ter hand nemen. Oh. Oh. Vreselijk. Meneer er ook nog bij. Had ik me dan nooit wat gezegd? Had ik me dan maar nooit mee bemoeid? Oh. Zo, ja? Dat is een knoop die is met geen 10 paarden meer los te krijgen. Ja, zit hij goed vast, Zwiep? Ja. Ja? Nou, we kunnen. Ja, we kunnen, hè? Nou, dan
Ja, nou, als je niet durft, dan ga ik wel, hoor. Ik ben helemaal niet bang. Ja, maar ik ook niet. Nou dan. Nee, ik dacht alleen maar aan Cornelia. Ja. Cornelia? Ja. Heb die er aan mee te maken? Alles. Want veronderstel nou dat me een ongeluk overkomt. Ja, Zwiebeke, dan blijft mijn Cornelia helemaal alleen, zonder mij. Hoe kom je daar nou bij? Cornelia heeft een prachtig portret van je op de schoorsteen staan. Oh ja. Bovendien, ik ben je vriend. Ik troost Cornelia wel. Maak je daar maar niet te sappel over. Ja, hè? Nou, vooruit. Hop, omschieten. Ja. Ik ga. Vaarwel, hoor. Ja, vaarwel. Vaarwel. Kom op. Ja, ik ben toch al druk bezig. Wat doe je? Nee, niks. Oh. Ik stap er mis. Oh. Zo. Gaat het? Oh, vast hoor. Ja, nee, rustig maar. Ik laat me nou zakken. Ja, laat je me zakken. Zo. Ja. Zo. Gaat het? Hoor je al wat? Nee. Nee? Ja, ik laat je gaan hoor. Ja. Beste barones, ons hulp zijn verloren. Ja, Basie. Zal ik een pot water opzetten? De soepbeentjes laat staan en op het water. Geen gek. Handen op de hulp. Nee, dat komt dan even. Meneer de burgemeester. Meneer de burgemeester. De burgerij van het dorp. Iedereen. Ik moet hulp halen. Ik moet hulp halen. Hulp halen! Bas, waar gaan we met die soepklep naartoe? Gewoon in die diepe kast uit. In de diepe kast, vooruit. In de motten van de kast. In de motten van de kast, jij. Nee, niks tegen strubbelen. Niks tegen strubbelen. Zo, alsjeblieft. En je blijft erin, hoor. Zo, alsjeblieft. Ik ben ziek van de zenuwen, was alles maar vast voorbij. Ach, toch even geduld, Maradona. Ja, maar eerst moet mevrouw de barones haar slaapsteden hebben opgezocht. Ja. Nou, ik vind het vreselijk heel lang, maar het spijt me erg. Dat komt van jullie onnadenkendheid. Ik ga nu naar mijn schoonzuster en ik zal dat onderzoek zelf al ter hand nemen. Ik ga met u mee. Jij? Nee. In geen geval, jij blijft hier. Ik blijf hier. Doe verder niets, begrepen? Nee. Ja, maar als u mijn hulp nou nodig hebt. Van jou in geen geval. Dop mijn eigen bootjes wel. Mag ik wel op het dop, hè? Zo zeg. Ah, meneer de burgemeester. Zo, Jacobus, waar is mijn veld... waar is mevrouw de barones? Mevrouw de barones, de veldwachter. Ja. Mevrouw de barones en de veldwachter hebben op het ogenblik een kleine conferentie met meneer de burgemeester aan de keuken. Wilt u maar voorgaan, alsjeblieft? Oh. Ja, u kijkt er misschien een beetje vreemd van op, burgemeester, maar de veldwachter bevindt zich namelijk op een plek waar u spoedig zult zijn. Oh. Neemt u me niet aan, burgemeester, maar ik moet wel, burgemeester, de omstandigheden dwingen mij naartoe. In de kast, in de kast. Zo. Ja, Bella, daar binnen is het ook. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Ja, schijn er maar uit met die leukigheid. We konden eenvoudig niet anders. De omstandigheden dwongen ons daartoe. Ja. Al bijna 10 uur. Als er nog maar niks gebeurd is. En dan nog allemaal mijn schuld. Kon ik nou maar wat doen? Kon ik maar helpen? Ja, ik
geloof dat ik maar eens naar bed moest gaan. Nee, eerst nog even een rustgevend vers lezen. Ja, dit. Avondmijmering staat erboven. Als na het daggewoel ik rustig slapen ga, dan denk ik diep over het gebeurde na. Dan vraag ik, is er niets geschied dat bittere nasmaak achterliet? Is wat ik deed ook wel gedaan? Dan mag ik rustig slapen gaan. Mooi. Diep, zeer diep en zeer mooi. Een prachtig vers. Kom. Nu naar boven. Hé, verbeet ik me of werd er een poosje geleden gebeld? Vreemd, ik dacht toch. Ja, voor ik naar boven ga, zal ik het toch nog even aan Jacobus vragen. Dat doe ik. Mevrouw de baronet, heeft u nog een wens? Nee, of toch ja, Jacobus. Ja? Verbeet ik me, of werd er een poosje geleden gebeld? Gebeld? Nee, ik heb niets gehoord, jullie. De bel? Van de voordeur? Ja. Nee, niets gehoord. Jij bellen? U hoort het, mevrouw de baronet, er is niet gebeld. Nou, dan moet ik het me verbeeld hebben. Ik ga nu naar boven, doof jij de kaars in de salon en ruim jij het theeblad weg, Bella. Mevrouw de baronet, ik wens u een recht aangename nachtrust. En een zeer diepe slaap, mevrouw de barones. Dank, dank voor zoveel goede wens. Alsjeblieft, ik kan niet anders. Het is afschuwelijk, maar ik moet barones ook in de kast leggen. Help je zijn voetjes binden. Ga eerst je handen wassen. Een barones bindt men niet met touwen. Een barones vlijt men zeer voorzichtig in een kast, maar alleen maar met schone handen. Kijk, de baas is hele schone handjes. Hup, daar gaat ze. Deur op slot, deur op slot. Zo, nu is er geen terug meer. Nee, Wazie. Nu kunnen we niet anders. Nu moeten we vluchten. Ja, Wazie, er is geen terug meer, hoor. Die juwelen komen eerst terug op hun plaats. Ja, ja, en dat gebeurt. Dat gebeurt niet, nee. Juwelen gaan... Wazie, denk je dat ik helemaal gek geworden ben? Dat kan die moeite voor niks hebben gedaan. Die juwelen gaan eerst terug op... En val me niet in de reden. Ik heb toch wat spaargeld, daar kunnen jullie de eerstvolgende maanden van leven. Maar waarom, waarom? Omdat ik mijn vrouw de meesteres heb beledigd en omdat ik dat weer goed wil maken. Daarom, kom, nu naar boven en snel opschieten, want we moeten er vandoor. Oh, dit grillen. Ik ben het maar. Wat liet je me schrikken? Je leek wel een spook. Je zegt niet de bedoeling, vrouwe. Er is iets gebeurd. Iets heel ergs. Oh, toe nou. Sta mij een beetje voor de gek te houden. Helemaal niet, was het maar waar. Jacobus is het er, want het is helemaal niet pluis. Ik heb het zelf gezien door het keukenraam. Ze hebben mevrouw de barones, uw tante en de burgemeester in Bromsnor in de keukenkast opgesloten. Meen je dat? Ja. Waarom? Nou, ze hebben de juwelen van uw tante gestolen. En nou zijn ze van plan om er dadelijk mee vandoor te gaan. Oh, Sweepy, wat ontzettend. Wat moeten we doen? Ja, dat weet ik ook zo niet, maar ik heb een plannetje bedacht. U weet, boven, dat heb ik toevallig eens een keer gezien op zolder. Daar hangt zo'n jagersding, pak. Een jagerspak van uw oom. Met een paar oude ijzers. Jachtijzers. Wat hangen daar nou? Ja, van die jachtijzers. Geweren, bedoel ik. Oh, bedoel je dat? Nou, wat doe je daarmee? Nou, nee, u heeft een gesloten van de voordeur. Ja, dat heb ik. Nou, fijn. Als u nou heel zachtjes naar binnen sluit, ja. Dan gaat u boven op de zolder. Ja. En u gooit het pak en die schietdingen naar beneden door het zolderraam heen. Dan vang ik het hier wel op. Ja, maar wat wilde je daar dan mee? Nou ja, ik heb een plannetje. En als dat lukt, tenminste... Oh, en als het niet lukt? Ja, dan moeten we wat anders verzinnen. Maar het moet lukken. Gaat u maar gauw naar binnen toe. Vlucht voortmaken voor het te laat is. Uw pakjes. Ik wacht hier.
Kobus. Goedenavond, Bella, dag Koekie. Mag ik jullie even voorstellen? Meneer de Baron en lieve oom. Zo. Meneer de Baron, aangenaam kennis met u te maken. Zo, inderdaad, ja. Oh, niet voor die hebben ze je ook al te pakken? Oh, nou begint het te knetteren. Zo, zo. Nou, ik ben blij dat ik op tijd gekomen ben. Handen omhoog. Alle drie vooruit. Hij gaat daar staan. Tegen het abattoir. Hoe heet zo'n ding? Het aanrecht. Ga daar staan. Nicolien, daar ligt hier een touw. Ja. Met de handen op de rug. En ga daar staan. Handen omhoog graag. Geen gezeur. Vooruit, ga je gang, meisje. Ja, oom. Uitstekend, lieverd. Nou. Uitstekend. Wat niks nou, begrijp je dat? Kop dicht. Laat het stil. Krijgen we nou toch? Gaat het, meisje? Ja, hoor, maar zeker. Dan ga ik nu naar de kast. Ik ben erg benieuwd wat ik daar vind. Nou, kijk toch eens aan. Zo zwart. Ik ben de baron. Oh, mijn lieve baronnetje. Je bent juist op tijd gekomen. Ja, gelukkig wel. Nicolien, meisje lief. Ja, wil je zo vriendelijk zijn, de edele, mijn broer en de veldwachter te bevrijden. Komt in orde, hoor. Dat hebben ze wel nodig, vrienden. Sst. Oh, dank u wel. Hallo. Lieve broer, je komt als geroepen. Meneer de Baron, u bent een geweldenaar, meneer de Baron. Geen complimenten, daar hebben we nog geen tijd voor. Nee. Ik had zo graag een schot gelost op dit gemoed. Ja, ja. Dat mag nu helemaal niet. Maar wat lachen, hè? Wat heb je gelachen? Vooruit, de hal in. Met z'n drieën, vooruit, de hal in. Kom op, jullie. En een beetje vlug. Ga mee, lieverd. Jou laat ik niet meer alleen. Zo, broer. Zo, volg me en wacht op meneer de Baron. Zo, in de hal. Zit hier met z'n drieën. Ja, niks ervan. Niet op de bank. Vooruit op de onderste trap van de trein. Op de onderste trap. Zo, nou, dat is alweer gebeurd. Hè. Veldwachter. Meneer. Wij brengen het boek voor terug. Strak je samen even naar het dorp. Ja, meneer. Ik heb op het gemeentehuis nog een prachtige zitslaapkamer voor ze. Oomtje lief, wat ben ik trots op u. Vanmiddag zei ik nog tegen Jacobus. Jacobus zei ik, als mijn man thuis geweest was, dan had het hier nu geknetterd. En nu heeft het bijna geknetterd. Stil zitten jullie daar. We krijgen wel op, wacht, ik kom er al tussen staan. Zo, als overwinnaar. Wat een indrukwekkend gezicht, lijkt wel een jachtfoto. Jachtfoto? Huh? Waar is mijn fotoapparaat? Daar, aan de kapstok, klaar om af te halen. Mooi. En nog een zin, ja? Graag. Zo. Stil zit hier, hè? Kijk eens even. Wat ga je nu doen, Robert? Nu niet met een jachtbuks geschoten mag worden, schiet ik maar een plaatje, Henriette. Zo'n mooie foto van je man heb je in je hele collectie nog niet gehad. Zo is dat. Zo. Enige. Ja, meneer, ik mag er toch zeker ook bij, hè? Nee, veldwachter, deze keer wordt het een zeer bijzondere foto. Oh, een uniek plaatje. Ja. Zo heb ik mijn man nog nooit gezien. Nou, opgelet allemaal. Ja, ja. 1, 2, 3. Nou, vreselijk. Dat ding was nog geladen ook. Ja. Geef maar hier, broer lief. Je hebt er nu toch niet meer nodig. En veldwachter, breng die drie naar het dorp. Ik ga zo met je mee. Zeker. En jij, breng dat fotoapparaat morgen maar even afgesproken. Zeker. Zo. Staan. Zo, en eruit. En vlug. En jullie, de groeten van Zwiebertje. Oh, de vlieger. Ja, hoi jongens. Dag Jaap. Veldwachter. Dag meneer de Baron. Bedankt. En jij, mijn lieve Henriette, en jij, Nicolien, en jij, mijn dappere zwiever. Huh? Ik nodig jullie zaterdagavond bij me thuis. De goede afloop moet gevierd worden. Ja. En de foto is klaar. Tot ziens allemaal. Dag, meneer. Dag, oom. Nou, dan ga ik ook maar weer mijn hooibergje opzoeken. Oh nee, zwiebertje, nu al? Ja, zeker. Het is al bijna middernacht, moet ik zeggen. Als blijk van mijn dankbaarheid. Ja, het is wel goed, mevrouw de baronesse. Ik ben al lang blij dat het zo afgelopen is zonder haar hulp. Kom, Zwiebertje, niet zo bescheiden. Zo. Het was nog altijd jouw plannetje. Jawel. Maar ik maak het goed, dat komt best in orde. Heb het lekker. Dank, duizendmaal dank. Ja, mevrouw. En tot spoedig ziens. Pardon. Baron Zwabbertje. Dag, baron Zwabbertje. In elk geval, tot zaterdagavond. Ja, tot zaterdagavond. Dag, vrouw. Dag, mevrouw. Tot ziens.
dame maar zwiesje. Ja, zo. Mensen. Ik ben een oh, oh, beloofde foto. Ja, ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd hoe dat geworden is. Zo. Ah, kijk, ik moet toch even. Oh, wat geweldig, ja. Moet je zien? Saar, wat geweldig, hè? Heb ik hier wat op de trap? Ja, de kleur is ook lekker. Mag ik ook? Ja, man. Nu moet ik werkelijk gaan. En spoedig kom ik huis weer om. Maar nu is het gedaan. Dat schiebertje, dat zwerversman. Leef echt niet te lang weg. Als je maar even, even kan. Kom dan weer bij ons, zeg. Ja, kindertjes, uit is de pret. Ik ga er weer vandoor. Vanavond allemaal zoek naar bed. En nu tot weer ziens hoor. Ja, kindertjes, uit is de pret. Ik ga er weer vandoor. Vanavond allemaal zoek naar bed. En nu tot weerziens hoor. Dag Siebertje. Dag kindertjes. Dag Siebertje. Dag kindertjes. Tot weerziens.